Zuig goed. Ook te ontvangen van geen haat, alleen maar liefde. Alleen liefjes aan, hè? Ja, gaat er eens op. Alsjeblieft. Gezellig. Dit water ziet er wel heel lekker op je rug. Ik zoek even de jurk aan. Dit is toezicht. Ja. In het midden. Oh, zo. Drama zit te maken voor niks. High five. Nee, was het leuk! Hele goede morgen! Welkom weer in deze nieuwe. Hallo! Wij zijn de Bijgraads familievloggers. En het is vandaag vrijdagochtend. Ja. En Lucilla heeft een hele lange adem. Ja? Ja. Kom weer. Vandaag en het is vandaag een. Vandaag is het 8 september 2020. Mama! 18, denk ik. 18. Volgens mij 18. Ja, maar het is vandaag. Het is vandaag vrijdag, dus dat betekent dat het 18. Een korte dag op school is voor Luan en Lucilla. En Luan die heeft vandaag een. Kinderfeestje! Kinderfeestje! Nou, ik had ook een kinderfeestje. Dat was met Gracie Kankeroe. En ik had een jongetje en die heet Nout. Hoezo, ja. Pep, stil! En die kwam ook op mijn kinderfeestje. En hij had mij ook uitgenodigd. En hij is 7 geworden. Dus ik ben 1 jaartje ouder dan hem. En hij is 1 jaartje jonger dan mij. En vandaag is hij 7 geworden. En ik ga naar zijn kinderfeestje toe. Ja, dus Luan die gaat weer naar het trampolinepark vandaag. Weer naar het trampolinepark. Ja, maar dan met een ander kinderfeestje. Dat was een toeval, ja. Maar dat vond hij niet erg. Dat vond hij wel leuk, hè? Ja, want ik vond die trampoline zo leuk. Ja, mijn kinderfeestje ook, hoor. Ja. Ik ben blij dat ik weer ben uitgenodigd. Dat is lief, jongen. En Lucilla die heeft vanmiddag gewoon weer zwemles. Dus we gaan naar school. Gaan we, eerst nog even lekker chillen thuis. En dan gaan we daarna door naar het zwembad. Wanneer gaan we dan naar het kinderfeestje? En Lou gaat naar het kinderfeestje als jij bij zwemles bent. Maar weet je wat grappig is? Gracie Kankeroe is dicht bij zwemles. Ja, het zwembad zit toch tegenover. Ja, tegenover. Kunnen we naar elkaar zwaaien? Nou, dus kijk vandaag. Dat nou weer niet. Dus kijk vandaag weer gezellig met ons. Nee! En ook een goedemorgen namens vader. Ik had de boy zo gesmeerd, maar ik moest eventjes naar het toilet en de honden naar buiten. Zo jongen, jij hebt zo meteen het school gelijk een kinderfeestje. Ja. Dus dan ga je gelijk door een feest. Nou, heel veel plezier, hè? Ja, en weer bij Crazy Kankeroe. Ja, en Lucilla? En dan gaan we naar zwemles. Jij gaat weer met ons naar zwemles, ja. Ja, en Luxie, je gaat ook weer mee naar zwemles van Luxie? Ja. Beetje oefenen. Nou, papa moet zo meteen naar een afspraakje, daar heb ik mijn kobertje aan. En mama is daar. En goedemorgen. Ja, wij eten nog even een gezond vruchtensapje. Alleen mee naar mij. Ja, we gaan met z'n vieren naar het zwembad. Lu al missen. Ja, Woesel en Pip willen misschien ook wel mee, maar dat kan niet in het zwembad, hè? Nou, Woesel en Pip kunnen wel naar mij mee. Oh ja, jij ja, naar het discofeest. Waar ben je met jou mee? Met iedereen mogen. Ja. Nou, hartstikke leuk. Het wordt volgens mij weer een heel mooi dag. En dan daarna is het weekend, hè? Ja, en vandaag is 18 september 2020. Ja, dat is wel heel leuk. Is het weekend. Oh, en dan ken jij ook al deze. 1 juni. 1 juni? Nee. Ja, dat is en 2 juni. En 10 juni. Dat was vlak voor de zomervakantie. Ja. Wij zeggen heel veel plezier op school. En nu al veel plezier op zijn party. En tot straks. Een party. Ja. Thank you.
Doei. Zo jongens, ik heb in de ochtend doe ik altijd even de social media post delen. Dat is gewoon een standaard ritueeltje wat Daniel en ik eigenlijk altijd in de ochtend doen. En opeens zie ik Luxie met deze camera rondlopen. Let ik helemaal niet op, zit ik zo online even weer te posten. Loopt ze opeens met de camera rond. En nu heeft ze echt zoiets van, die speelgoedcamera maakt me helemaal niks uit. Ik wil gewoon niet voor de echte camera. Dus volgens mij, ik heb net even teruggekeken... Heeft ze wel wat dingetjes gefilmd? Nou, als het heel erg leuk is, dan zal ik het even in deze vlog verwerken als ik vanavond ga editen. Dus als jullie denken, wat was dat? Nou, dat was dus Luxie die even de camera had gepakt. Ondertussen wilde ik even gaan stofzuigen. Dus ik heb even de tafeltjes aan de kant gezet. Even stofzuigen. En Pip die moet blaffen. Wat is het, Pip? Wat is het, Pippie? Kom eens hier. Ja, Pip die vindt de stofzuiger een beetje eng. Ja, dan denkt ze, oh, de stofzuiger. En dan gaat ze heel snel ergens bovenop liggen. Nu ging ze dus hier bovenop liggen. Dat je de stofzuiger niet zo leuk vindt, hè? Vrouwtje moet toch even stofzuigen? Ja, want dan liggen we allemaal kruimeltjes op de grond. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar vaak, vooral in de ochtend, stofzuig ik eigenlijk altijd, omdat bij het ontbijt, en eigenlijk ook in de avond voordat we weer naar boven gaan, stofzuig ik eigenlijk altijd het huis. Dus sowieso 2 keer per dag. Lijkt misschien een beetje veel. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben niet een heel groot huis. We hebben dus die super handige stofzuiger die ik echt al jaren heb, die... Zonder draadje, waardoor je heel snel even hebt gestofzogen. Of hebt gestofzuigd. Dus ik stofzuig eigenlijk ongeveer 2 keer per dag. Ik weet niet hoe het met jullie is. Laat even ergens weten. Vind ik altijd leuk om even te weten hoe vaak jullie stofzuigen per dag. Maar goed, ik was dus even van plan te stofzuigen. En Luxie die kijkt heel eventjes lekker in, zij noemt dat Yumi. Een filmpje op Kids YouTube, de kinder YouTube app. En zij noemt dat Yumi. En ik heb geen idee waarom ze dat Yumi zegt. Maar dan zegt ze, mama Yumi kijken. Dan mag ze heel even Yumi kijken als mama even het huis schoonmaakt. En liefie? Wat ben je aan het kijken nou dan? Laat eens kijken. Yumi is. Yumi is, zegt ze dan. Ja. Kijk, dit soort filmpjes. Die Lucilla vroeger ook echt super leuk vindt. Ja, nog steeds eigenlijk wel. Vindt Luxie ook even leuk, hè? In de tippy tent. Ja. Even lekker chillen, hè, liefie? Ja. Gaat mama even stofzuigen, goed? Ja? Oh. Oh, kijk uit, liefie. Gaan we zo meteen weer spelletjes spelen, goed? Mama even stofzuigen. Ja. Luxie in de tippy tent chillen. Ja. Dat is een lekker plekje. Moet ik hem dicht doen? Ja. Zo. Nou, ga ik even stofzuigen. Ik ben hier even wat fanmail weer, wat we van jullie hebben gekregen aan het openen. Super dankjewel voor al jullie fanmail. Eens in zoveel tijd maak ik even alle enveloppen open. En dan sorteer ik even alle briefjes en kaartjes en mooie tekeningen. En dan als de kinderen thuis zijn, laat ik het vaak even aan de kinderen zien. Weet ik niet of ik het vandaag laat zien. Omdat Lua natuurlijk vandaag niet thuis is, maar dat komt wel een andere keer. Maar ik wilde jullie toch even een brief aan jullie laten voorlezen. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om van jullie dingen terug te horen. In de vorm van bijvoorbeeld fanmail. En dit is Cynthia, ze is 23 en ze kijkt onze vlogs al vanaf Luxie's geboorte. En ze is daarna ook oude vlogs gaan terugkijken en zo is ze ons een beetje gaan leren kennen. Ze zegt hier ook, de inspiratie om jullie een brief te schrijven kwam ik eigenlijk na het lezen van jullie boek, Het Grote Bellinga Boek. Wat ik daarover wil zeggen, echt een topboek. Chapeau hoe jullie jezelf hebben opengesteld in dit boek. Er staan heel veel dingen in die ik nog niet wist. Waar jullie vandaan komen, wat jullie deden voor deze vlogs, hoe jullie elkaar hebben leren kennen. En fijn om het hele Bellinga verhaal te kennen. Het is heel persoonlijk wat jullie vertellen en daarom een dikke chapeau dat jullie dit willen delen met de buitenwereld. Het is ook mooi te zien wat jullie allemaal met de kinderen doen, wat jullie geven en doen. En totaal geen verantwoording afleggen aan andere mensen. Jullie doen het hartstikke goed en we moeten vooral blijven zoals we zijn. Super lief om dit soort brieven ook te ontvangen van... De wat oudere kijkers onder ons. Tuurlijk, tekeningen zijn ook heel erg leuk om te kijken, om te krijgen. Vinden de kinderen ook heel leuk. Maar weet ook zeker dat als jullie brieven sturen, ik ze ook echt lees en even de tijd neem om jullie verhalen te lezen. Het zie je niet altijd in de vlog, maar het komt zeker aan als je ons iets van het hart wilt. Als je iets wilt vertellen. Ja, fanmail is dan een hele mooie manier om toch iets aan ons over te brengen. Als je dat graag zou willen. Dus bij deze, super dankjewel Cynthia. Voor je lieve brief. Ik heb hem zeker gelezen. En ik ga nu even verder met de volgende wat fanmailtjes openmaken. Zodat ik dat allemaal weer kan bewaren in een mand. En als ik het in een mand al heb opgestapeld en het is wat meer geworden, zeg maar, laat ik het allemaal in één keer weer zien aan de kinderen. En dan ga je dat vanzelf ook wel weer terugzien. En spot je misschien wel je eigen tekening, kaartje of brief terug in de vlog. Dus ik ga even door met het heerlijke werkje, zeg ik zelf. Ouderwets brieven openmaken. Wie doet dat tegenwoordig nog?
Nou, ik dus. Kijk, mooie tekening. Onze Bellinga kleurplaat. Te downloaden trouwens via onze app als je denkt van, oh, die wil ik ook aan mijn kinderen laten kleuren. Die kun je gewoon gratis downloaden. Ja, sorry, hier ben ik weer even. Ik kom hier weer een hele lieve brief tegen van Esra. En ze schrijft dat zij bijna 9 wordt en dat ze in een pleeggezin woont. Dat ze haar moeder is verloren en dat haar vader haar niet goed heeft behandeld. Dus daar is weggegaan. En dat ze het heel erg leuk vindt om naar onze vlogs te kijken. Ook dit soort verhalen horen we heel erg veel. En dat motiveert ons des te meer om toch ons gezinsleven, ja, te delen met iedereen. Zodat iedereen ook weer een beetje dat gezinsgevoel heeft. Ook al kom je niet uit een heel warm gezin. Ik hoop dat zij trouwens wel een heel leuk pleeggezin heeft. Of hoop ik toch gans de harte dat dat wel zo is. Ach, wat leuk. Leuk. Wat is dit? Even kijken. Ja, dit is iedere keer weer verrassing als ik voor jullie fanmail openmaak. Dit is van Daphne. En Daphne, wat is dit? Eerst wil ik jullie vertellen dat ik jullie video's echt super leuk vind. Ook leuk. Ook vind ik het super leuk om hangmatjes te maken voor knaagdieren. Oh, dit is een hangmatje voor Sammy. Ik hoop dat Sammy er blij mee is. Oh, super lief. Dankjewel, Daphne. Echt heel leuk. Een hangmatje voor Sammy. Oh, die ga ik zeker aan Luan laten zien. Ja, sorry jongens. Ben ik weer. Hier even wil ik even een brief met jullie delen. Omdat met dit heel fijn vindt om dit te lezen. En het is een brief van Marit. Dankjewel Marit voor je ontzettend open en eerlijke brief. En ik wil hem graag met jullie lezen. Als je het niet interessant vindt, jongens, spoel even door. Maar ik vind dit gewoon heel fijn om dit alsnog te kunnen delen. Hoi Farah. Waarschijnlijk ben ik jullie meest atypische volger. Ik heb geen partner en geen kinderen. En ben daar volstrekt gelukkig mee. Begrijp me niet verkeerd. Toch vind ik jou en je gezin eindeloos fascinerend. Ik ben een vrouw, 31 jaar oud en voel me in die zin een soort van verbonden met je. Aan de andere kant vind ik het totaal bizar me te realiseren hoe compleet anders onze levens desondanks zijn. Ik heb bewondering voor je, voor je geduld, vindingrijkheid en liefde die je uitstraalt. Ik las geloof ik voor het eerst over de Bellinga's in een artikel in Trouw over vlogfamilies. Ik ging af en toe een vlogje kijken en hoewel het dus, eerlijk is eerlijk, begon vanuit een soort socialistische interesse, wat beweegt mensen hun leven op die manier met de wereld te delen, vroeg ik me af, zit ik er helemaal lekker in en kijk ik elke dag met veel plezier met jullie mee. Gisteren kwam er een vlog online waarin jij en Daniel reageerden op de haatreacties. Het siertje dat je dit niet onberoerd laat. Je bent oprecht en dat is prachtig. Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb ook heus wel mijn meningen over mensen die hun kinderen zo betrekken in hun online activiteiten. Maar door jullie vlogs te kijken ben ik hier genuanceerder naar gaan kijken. De liefde die jullie voor de kinderen hebben is door het scherm voelbaar en bovendien denk ik dat jullie kinderen, juist omdat ze zo gewend zijn aan aandacht en aan de camera, uitstekend in staat zijn om aan te geven als ze zich even niet meer prettig bij voelen. En ik twijfelde geen moment aan dat Daniel en jij dat onmiddellijk zouden respecteren. Wat ik maar wil zeggen, laat de haters lekker haten. Zeg meer over hun dan over jullie. En sta er boven. Oh, zie op, liefie. Ik weet niet zo goed wat je met dit bericht moet of kan. Maar ik wou het je gewoon even laten weten allemaal. Zelfs als je het niet leest, vond ik het heel fijn dit met je voor je op te schrijven. Haha. Je inspireert, je zet me aan het denken over hoe mijn leven ook zou kunnen zijn. Dat wil ik zelf van een gezin. Het geeft me een mooie blik in een fijn gezinsleven. Wat ik zelf niet op die manier ken. Want ik heb gescheiden ouders en zo. En neemt me mee terug naar het fijne Hollywood. Waar ik ben opgegroeid. Maar al lang niet meer woon. Bedankt ervoor. Ik hoop dat je de tijd hebt om dit te lezen. En er positieve energie uit te halen. Ik verwacht geen reactie terug. Ik weet inmiddels hoe druk jullie het hebben. Geen haat, alleen maar liefde. Dankjewel Marit. Ik vond het echt heel erg fijn dit te lezen. En super lief. En leuk te weten dat... Ja... Ook jij geïnspireerd raakt door onze vlogs. En dat is toch echt wel de hoofdmissie waarom wij dit blijven delen. Dus een hele dikke kus voor jullie allemaal. En we gaan gewoon weer lekker verder met de orde van deze vlog. Kijk eens wie we hier weer hebben. Daar is jij. Hij is alleen. Alleen Lucela en Luan. Maar Luan is naar een kinderfeestje. Luan is naar een kinderfeestje. Ik zeg hij Lucela. Alleen Lucela. Hé, wat gaan we eten? Panini. Lucilla is helemaal gek op de panini broodjes. Dus we gaan lekker... panini bikini. Bikini? En bikini?
Nee, panini. Een panini broodje in de oven doen. Zullen we kijken, wat is vrijdagmiddag? Want daar weet je dat een panini bikini broodje. Lijkt het op een bikini? Ja, nee, dat is een bikini en dat lijkt ook een bikini. Nee, panini broodje. Kijk, mama, Stella die heeft één keer dat spraakfoutje gemaakt. En nou houden we het iedere keer in dat bikini broodjes zijn. Het is gewoon panini. Melk. Nee, niet zo. Nou, dus erin. Kan die ook? Lekker even panini broodjes in de oven. Hoppatee. Ja, oh, dit konijntje hoeft er niet in. Nee. Ja, doen we hem dicht. Knopje om. En dan moeten we even wachten. Hé, maar kijk eens wat lekker weer het is buiten. Ja, hier is het. Het was super lekker. Ik ga me lekker maken. Ja, doe je lekker maar uit. Vanochtend was het nog een beetje koud. Maar nu is het. Koud. Ja, weet je, een beetje winderig, dat wel. Maar het is wel lekker warm. Kijk, de zon. Die is er weer vandaag. Ja. Heerlijk, kunnen we lekker buiten eten, goed? Heerlijk. En vandaag hebben ze ook weer allebei dezelfde jurkjes aan, hè? Die hebben we een keertje gekregen van fans, hè? Twinning is winning vandaag. Twinning is winning. In de sok. Ja, eeuw. Ja. Eeuw, dat is toch niet eeuw? Dat is toch niet eeuw? Eeuw. 1, 2. Ja. Tjokka. Oh, hoe is dat ook een stukje? Ja. Ja. Wie lust er een lekkere panini? Ja! Oh. Welke wil je? Oh, en daar is er nog één. Ik neem wel een kontje. Ah. Luxie neemt nog een meloentje. Meloen? Of meloen? Luxie? Ik noem je bijna baby meloen. Zo jongens, we zijn alweer een tijdje verder. Luxie heeft lekker haar slaapje gedaan. We hebben de bikini al aangedaan. En ik heb net al eventjes wat gewerkt om een stukje van deze vlog weg te editen. Heb ik vanavond niet zoveel te doen. En Luxie is weer wakker. En Lucilla zit hier even lekker op de bank een chipje te eten. Prinses. Ik wil niet naar zwemles. Waarom wil je niet naar zwemles? Waarom niet? Wat vind je nou niet leuk in zwemles dan? Ik wil niet in het koude bad. Je wil niet in het koude bad. Och, maar waarom wil je niet in het koude bad dan? Waarom niet? Lucilla die vindt het koude bad niet lekker. Maar weet je wat het is, liefie? Als jij straks je A-diploma hebt, dan moet je wel weten hoe het is om in koud water te zwemmen. Want stel nou dat je per ongeluk plons in een vijver valt. Ja, die vijver die is niet warm. En dan moet je ook kunnen zwemmen. Dus dat is de reden dat je in koud water moet zwemmen, schatje. Maar als je zwemles hebt gehad, gaan we daarna weer even lekker met z'n allen vrij zwemmen. Ja. Hé, dat is een goed idee. Goed? In de bench. Dat is een goed idee. Ik noem jou een knofje. Kijk dan, echt een knofje. Een knofje. Hé, hey, weet je wat ook leuk is? Luan die zit tegenover ons. We hebben het zwembad tegenover het trampoline springpark zitten. Dus als Luan's kinderfeestje is afgelopen, dan wordt hij naar het zwembad gebracht. En dan zien we daar Luan weer. Goed? Want dat zit er precies tegenover. Nou, Woes en Pitten moeten even een beetje. Die zouden heel graag mee willen in het koude bad. Maar dat mogen ze niet, want Woes en Pip hebben geen zwempakjes en geen zwembroekjes. En dat hoeft ook helemaal niet. Hoeft dat niet. Ja. Allebei nog een handje chips voor onderweg. Nee, alles. Papi? Alles. Alles? Zeg jij nou ook alles? Zegt je gewoon zo na. Alles. En dan gaan we op naar het... zwembad. Zwembad, ja. En je hebt de bikini al aan. Heel goed, Sil. Kom er maar uit. Moet je mandje mee? Met je knuffel? Waarom? Daarom. Moet je kijken? Ja. Ach, kom maar. En we zijn er. Thuis in het zwembad waar jij ook in hebt gezwommen is het water 15 graden. En ik denk dat dit zwembadwater ongeveer 25 graden is. Dus het is alsnog 10 graden warmer
dan het zwembad bij ons in de tuin. Ja, bij het kasteel dus was het 15 graden. En het kasteel heb je ook gezwommen, was ook heel koud. Dus dat kan je gewoon. Oeh, wat is het hier lekker warm. Voel eens, het is hier lekker warm. En het licht is nog uit en het water is nog stil. Dit water ziet er wel hartstikke lekker uit hoor. Mama plonst er gewoon zo meteen bij. Zie je dat? Hoe lekker het water. Ik ga voelen. Cilla, die moet echt even doorkomen. Omdat dit het koude bad is. Maar zo koud is dit bad helemaal niet. Martijn, hoe warm is dit bad? 28 graden. Cilla, dit zwembad is net zo warm als ons zwembad in de zon. Dit water is net zo warm als ons zwembad, liefie. Als hij warm zit in de zon. 28 graden. Nu is ons zwembad 15 graden. Dus dat is een heel groot verschil. Dus het is heerlijk lekker warm. Zie je dat? Je moet gewoon weer even inkomen in het grote bad. Goed? Ja, kijk. Nou, Luxie heeft een mooi plekje gevonden, hè, Lux? Ga jij hier zitten? Ja. Oh ja, de strik. Moet hij even uit de strik? Anders moet papa weer duiken om hem op te halen. Van de bodem. Ja, net als die andere oorbel. Ja, net als je oorbel, ja. En lekker op je rug. Goed zo. Daar gaat ze weer hoor. Daar gaat ze weer. Dus ik heb de jurk uit? Nee. Kijk, we hebben natuurlijk door corona kan je niet omkleden. Oh nee, wil je niet de jurk uit? Mama wel hoor. Mama heeft de bikini aan. Kijk, ik heb een zo'n body ding aan. De kinderen noemen het een rompertje, maar dat is het niet. Kijk. Het is gewoon zo'n body ding. Kijk, mama heeft de bikini aan. Hoppatee, bikini aan. Luxie moet nog even een beetje wakker worden, want die heeft net lekker geslapen. Dan moet ze er even van wakker worden, hè? Mama, ik zie. Ja. Ja, kijk, papa heeft ook de zwembroek aan. Ik drukte hem uit in plaats van aan, dus doe de deur een keer opnieuw. Ja, ja. Mama zwembroek aan, papa zwembroek aan. Ja. Kijk, en jij hebt hier, kan je het zien, jouw bikini al aan. Het zit eronder. Af. Wow. Wat deed papa? Bommetje. Bommetje. Ondertussen dat wij hier op het bankje zitten te kijken naar de zwemles. Gaat mama vast dit bandje opblazen, hè? De Zimmerminband. Ja, mooi. Ja, die vindt ze mooi. Zimmerminband, hè? Ja. Ja. Nou, eens even kijken. Het is altijd zo'n lekker tijdrovend werkje. Zo. Mooi. Mooi? Wat een mooi plekje heb je uitgezocht. Hier heb je heel mooi uitzicht. Hè? Kan je heel goed kijken naar Lucilla. Waar is Lucilla? Oh, nog verder naar boven? Nog even bij ons. Please. Gaan we helemaal naar boven. Maar wel goed uitkijken, hè? Kijk eens wat hoog, Lux. Oh, wat hoog. Ja, ga hier maar eens even op rustig staan. Moet eens kijken hoe hoog je nou bent. Waar is Lucilla? Helemaal daar beneden is Lucilla. Hallo Lucilla. Ga je mee naar beneden? Goed zo. Kom maar. Geef mama maar een hand. Van de mooie trap weer naar beneden. Goed zo. Nou, dit kan jij wel. Ah, zul. Ja. Goed zo. Welkom. Badmeester Martijn doet nou iedere keer het gat in het water ietsjes dieper. Dus nu moet ze echt naar beneden zwemmen om door het gat heen te duiken. Ja, nog een keer, Sil.
nog lager. Zo. Nog dieper duiken, meisje. Daar kan je wel. Nou, laat me zien dat appeltje eitje is. Gedaan! Toppie, Sil! Nou, zwem je gelijk op je buik door naar de overkant in het midden van het pad. In het midden, dus over de zwarte streep zwemmen. Ken je wel? Netjes zwemmen, naar voren kijken en je benen gebruiken. Nou, Sofietje, wat vond jij ervan hoe Lucilla deed? Ik vond het heel erg goed! Ik ben super trots op Lucilla! Dat ze zo goed kan zwemmen! Ja, ik ben ook zo trots op Lucilla. Dikke duim omhoog. Ja, dikke duim omhoog voor Lucilla. Ja. En ik zie. Duimpje, duimpje omhoog. Duimpje omhoog voor Lucilla. Duimpje omhoog, hè? Voor zus. Goed zo, meisje. Hartstikke goed. Hey, ging hartstikke goed, Sil. Nee? Ja. Zie je dat er niks aan de hand was? Dat je dat gewoon kan? Ja. Dan heb je daar allemaal drama zitten maken voor niks. Vond je het spannend in het midden? Ja, het diepe. Ja. Oh, ah, dat vond je spannend. Omdat je niet zo bij de kant kon zwemmen. Vond je dat spannend? Ah, maar ik dacht al. Waar zwemt het dan makkelijker? Een beetje verder bij de muur weg of heel dicht tegen de muur aan? Waar zwemt het makkelijker? Jij hebt echt goed leren zwemmen, Zeemermin. En waar ik jou zo stuk aan zwemmen. Dan zie ik dan nog een trappelende benen. Proost, Luxie. Kan Luxie zeggen proost? Nou, drinken. Zeg maar proost. Wat ben je? Ja, gewoon. Ja, ik heb volgende week een t-shirt weer aan met zwemles. Cool. Zullen we dat proberen? Met ja? Kleren aan. Met een t-shirt aan zwemmen. Dat is een pakje, een zwempakje. Ja? Zullen we eens kijken hoe dat gaat? Ja? High five. Goed gedaan, Sil. Ze vonden het een beetje spannend in het grote water om midden in het diepe te zwemmen. Omdat het daar een beetje diep is, hè? Ja. Maar het water is niet anders dan dat het ondiep is. Dat heb je maar wel weer gewoon hartstikke goed gedaan. Ja. Hè? Super trots op jou. En dan gaan we nou lekker spetteren met Luxie daar in het recreatiebad. Ja. Goed? Nou, heb het meteen. Lekker spelen. Dit is weer het grote bad. Daar hadden wij net les. Dit is weer een grote bad. Die gaan zo zwemlessen houden. En wij gaan daar zwemmen. Bij het recreatiebad, hè? Kijk, en hier gaan we nog even lekker spetteren. Dat is leuk, hè? Eerst een babybadje met Luxie, hè?
gang. Goed zo. Boom boom mee, geniet je echt het meest. Dan samen uit je dag.